vind Crash Horror Killers het allervreedste computerspel ever. Je komt pas op level 2 als je 30 schoolkinderen hebt. Daarvoor moet je eerst 50 bejaarden en 20 invalide karretjes hebben geramd. En level 3 is een drukke winkelstraat vol winkelende moeders met kinderwagentjes. Is die nog niet uit de handel genomen dan? Nee, dat zie je toch. Maar volgens mij moeten we heel snel zijn. Hoeveel heb jij nog? Niks. En jij? Ook niks. Wat denk je? Pak Sendo eruit. Niet doen. Veel te druk. En die dozen zijn waarschijnlijk toch leeg. Net als die ene keer toen we die videobanden hadden gejat. Zaten we met 20 lege hoesen. Nou, hadden we anders nog wel mooi die grijs gedraaide pornobanden van Kees kunnen verkopen. We moeten op de een of andere manier weer aan geld zien te komen. Je moet beroven, afpersen. Hé, als we whisky nou eens naar de slag brengen. Hé, kijk eens. Je wilt toch niet ons bloed gaan verpatsen? Nee, natuurlijk niet ons bloed. Kom op. Hand omhoog. Wip, opa even nodig, maar. Ik ben nog met hem bezig. Ja, één secondje, man. Vooruit dan maar weer. Wel. Maar ik moet hem wel terug. Wacht maar, Kees. We komen er zo wel achter. Opa weet nog niks van elektriciteit. Nog niet, maar hij leert snel, hè. Pak eens vast, ouwe. Ah, zie je? Ja, dan moet dit de harde wezen. Okidokie. Zien jullie niet dat de was uithangt? We hebben opa even nodig. Waarvoor dan? Dat is een verrassing. Ja, ja, verrassing. Maar ik wil niet dat jullie weer met die ouwe van de heuvel afgaan. Dat kunnen die bandjes niet hebben. We willen alleen maar even wandelen, dan komt hij er ook eens uit. Hij heeft vannacht al buiten gestaan, heeft genoeg frisse lucht in zijn longen. Het is al droog. Nou, goed dan, maar niet te lang. Want ik moet straks nog kijken of de oven wel goed is voorverwarmd. We brengen hem zo weer terug, hoor. Het gaat bloedje snel. Deze nog goed? Ik heb voor de zekerheid opa laten proeven en hij hield het allemaal binnen. Oké. Hey, niet zo nieuwsgierig hè, ouwe? Je merkt het vanzelf wel. Ik ben wat je wil. Hoezo geen zin? Hadden we jou eens gevraagd dan? Goh, dat zie je niet vaak, meer kinderen die met hun opa het wandelen gaan. Kijk, opa. Je gaat een hele hoop mensen gelukkig maken. Nee. Wat zeur je nou? Je voelt er bijna niets van. Tenminste, als ze je meteen in je aderen prikken. En het is voor het goede doel. Precies. En wat is nou 5 liter bloed? Traffic Crash Horror Killers! Opa, 100 gulden. Dat is dus niet genoeg. Had je niet even kunnen zeggen dat je bloedarmoede had? Het is dat die 2 liter nog hebben afgetapt. Maar daar hebben we wel keihard voor moeten onderhandelen. Waarom moet er eigenlijk een halve liter in de ader achterblijven? We gaan volgende week gewoon terug. Als Traffic Crash Horror Killers daar nog maar te koop is. Hey, dagje op stap, die ouwe. Hij moest er eens uit, hè. Maar, wat is er met hem aan de hand? Zo? Blijkt wel of jullie hem net hebben opgegraven. Hij is een beetje moe van het wandelen. Hé, opa, ga ze rechtop zitten. Ik zou maar snel een paar zakjes bloed gaan kopen. Hij heeft juist net gegeven. We hadden geld nodig voor een videospelletje. Oh, dat is het dus. Maar we hebben alleen nog niet genoeg. Hij ziet er anders niet best uit. Bleek, verzwakt, mager. Ik heb wel een tip voor jullie. Bovendruk is veel te laag, onderdruk ook. Zwakke hartslag, pols bijna afwezig. Bloedsuikerspiegel? Schrikbarend.
Het is een ideale kandidaat voor de test. Mooi zo. En wat is eigenlijk de bedoeling? Oh, het is een heel eenvoudige proef. Een klant van ons wil een nieuwe verjongingskuur op de markt brengen, gebaseerd op hormonen, amfetamine en wat oosterse yin en yang rotzooi. Pharmacon test het middel op werkzaamheid en eventuele bijwerkingen. Bijwerkingen? Wat voor bijwerkingen? Ja, daar willen wij nou juist ook achter komen. Nou, kom maar op met die pillen. Wij zullen meneer... Opa. Opa, zo dadelijk het preparaat toedienen. U moet daarna elke 2 uur zijn bloeddruk, hartslag en pols opmeten. En natuurlijk eventuele bijwerkingen noteren. Shit, hé. Morgen brengt u opa dan om dezelfde tijd hier met de testresultaten. En dan doen wij nog een bloedonderzoekje, goed? Wat schuift het? 250 gulden. Top. Na afloop te betalen. Als meneer opa dan even hier wil tekenen. Wat is dat? Oh, dat is een verklaring dat opa hier vrijwillig deelneemt aan het experiment. En dat Pharmacon import-export geen aansprakelijkheid heeft voor eventuele gevolgen. Deal. Deal. En wat dachten we dat we al die tijd uithingen? Sorry, maar het duurde gewoon wat langer. Wat langer? Jullie zijn een dik uur onderweg. En die oven is veel te heet. Ziet er lekker uit, crematoriumcake. Wat hebben jullie eigenlijk met hem uitgevreten? Zo kan ik de was niet uithangen. Niks bijzonders, maar echt niet. Jullie hebben hem toch niet weer gejonast, hè? Oh, ik denk dat opa gewoon een beetje moe is. Hij zou eens wat vitamine moeten krijgen. Alsjeblieft, niet eens al druk zat met de rest van jullie. Als je nou nog met slagroom kan kloppen. Gelukkig, hij doet het nog. Duizeligheid, kortademigheid, haaruitval, hartkloppingen en geheugenverlies. Werkt dat er allemaal tegen? Nee, dat kunnen de bijwerkingen zijn. Hé, die 2 uur zijn om, we moeten opa's pols gaan opnemen. Ben je gek? Dan gaan die anderen me vragen stellen en dan kunnen we dat geld wel mooi inleveren. Maar hoe wil je het dan gaan doen? Gewoon, zelf verzinnen. Hé, zullen we deze lijn omhoog of omlaag laten lopen? Doe maar omhoog, denken ze dat die pil werkt. Is wel leuk voor ze. Ik heb weer lopen. En praten. Denk je dit is de dag? Yes, traffic crash horror killers. Here we come.
Waar is opa nou? Hij is weg. Maar zijn rolstoel is er nog. Dat kan helemaal niet. Het werkzame bestanddeel hexamorfamine bevordert de vitaliteit en bewegelijkheid van de ouderen en draagt bij aan het algehele fysieke herstel. Shit, onze 250 ballen zijn gaan lopen. Maar wordt gek als ze erachter komt. Maar komt helemaal nergens achter. Neem die rolstoel mee. Hij is er weer hoor, opa. Hey, jullie daar. Hou die opa van jullie in de gaten. Hij is levensgevaarlijk. Hoezo? Ik kon hem maar net ontwijken. Hij loopt zomaar over de weg. Waar dan? Daar verderop. En denk erom, de schade is voor jullie. Maar er moet iemand anders zijn geweest, want onze opa kan helemaal niet lopen. Doei. Hey, zie je een potje gemengd dubbelspel? Oude viespeuk. Oh, lekker schat, maar mijn opa heeft een hoop in te houden hoor. Shit, allemachtig. Oh mijn god. Ik geloof dat die test wel geslaagd is. Iets te geslaagd. Wie hebben we daar? Hé, hey, opa, wat doe jij nou hier op straat? Dansen, kom met. Doe normaal. En trouwens, je kan helemaal niet praten. Oh nee, en wat is dat dan? Fruitjes, waar zijn jullie? Opa heeft honger. Hij is dement geworden. En nou ga je weer terug in je rolstoel, opa. En dan blijven als je de kwalen zeker, hè? Maar die tijd is voorbij. We moeten naar Pharmacon. Voor dat onderzoek. Moet wel een man is. Ik ben ook iemand. En ik heb er genoeg van om als huisdier behandeld te worden. Wat zeg ik? Die geleerde hond wordt nog beter behandeld dan ik. Dat is omdat whisky harder kan bijten. En daarom gebruikt je moeder van jullie mij als overhandschoen. En dan denkt die krachtpasser dat ik een flessenopener ben. En dan die Matt, die me laatst een uur onder de hoofd zou laten zitten. Om te kijken of die nog werkte. En, werkte die? Nou, ik hoef mijn hoofd niet te scheren. Maar wij zijn toch altijd lief voor je geweest? Jullie tappen gewoon mijn bloed af. Maar dankzij ons heb je die pil gekregen. Omdat jullie een proefkonijn nodig hadden. Opa, alsjeblieft, we hebben dat geld echt nodig. Ja, ja. Maar sla me zeker, hè? Vanaf nu zullen we echt rekening met jou. Echt waar. Echt waar. En doen jullie alles wat ik wil? Natuurlijk. Alles? Alles. Maar dan moet je nu wel met ons meegaan. Oh, oké, dan weet ik wel iets. Is hij al binnen? Half uur. Zal wel niet meer lukken. Ja. Als hij het maar overleeft. Nog een keer. Nee, niet nog een keer. Daar knapt een mens van op. Ja, dat kunnen zij anders niet zeggen. Nou, ik krijg 300 gulden. Maar hij heeft de bejaardenpas. Dus wordt het 100 gulden. 100 gulden? En dan mats ik hem nog. Geef toe dat ik goed was. Maar dan gaat ons geld van de bloedbank. Mijn geld van de bloedbank. Alsjeblieft. Dan gaan we, opa. Nou, gaan we een paar van die pillen scoren. Tot de volgende keer. Dag! Opa, ga in godsnaam in die rolstoel zitten. Ja, we schamen ons kapot. Waarom ga je zelf niet in zitten? Ik leef. Het gaat niet goed zo. We gaan meteen bij Pharmacon een pil halen om hem weer rustig te krijgen. Wat doet hij nou? Oh, god. Ik kan lopen hoor. Ja, weglopen zul je bedoelen. We moeten naar Pharmacon. En snel. Ik heb anders wel zin in een pilsje.
Nee, niet nu. Dat doen we zo meteen wel. Ach, één pilsen, mannetje. Ik heb mijn vriend in de kroeg al zo lang niet gezien. Nee. Oké. Maar als het lang duurt bij die pillenboeren, ben ik weg. Laten we opschieten. Daar nou aan de hand? Nee, hè. Komen die allemaal voor die test? Dat zijn dan wel een beetje veel testpersonen. En ook een beetje veel uniformen. Misschien is er wel brand. Wat is er aan de hand? Invalletje. Het bedrijf deed een illegale medicijnen. Zonder vergunning, weet je wel. Zijn de hele zaak aan het opdoeken. Shit! Wat? Kennen jullie soms iemand die daar werkt? Nee, we zijn leveranciers. Ons geld, snel! Hey, wacht eens. We krijgen nog geld van jullie. Hier, en nou die 250 ballen. Ik ben bang dat we daar nu niks meer aan hebben. Het onderzoek is stopgezet. Wat zijn er voor papieren? Proefwerk biologie. Ik gaf ze bijles. Vooruit, instappen. Wegwijzen jullie. Shit. En nog een shit. Oh nee, hij is toch niet weg, hè? Ik kan me één ding bedenken. En dat is? De kroeg. Oh ja, hij moet zo nodig drinken. Het is een ramp. We kunnen onmogelijk zo met hem thuiskomen. Ma draait onze nek om. Ik haat opa's. Hé, hey, kijk eens. Waarschuwing. Let op met alcoholische dranken. In combinatie met alcohol verliest het werkzame bestanddeel hexamorfamine zijn werking. Yes! Hallootjes. Hey, waar is iedereen? Wie iedereen? Mankelewietje, ome Ko en die oude dokter Grabbelaar. En die mooie mies met die hazellip. Dood. Die zijn allemaal dood. Ja, dat is toch geinig. Mijn ouders die hadden het nog wel eens over die types. En waar zijn die dan? Ook dood. Mooie boel. Ja, nou, wat zal het wezen, ouwe? Dan ga je maar met een pils. En maak er maar een grote jongen van, want dat wordt een verschrikkelijk dorst. Nee, dan vroeger. Ah, dan kon je nog eens lachen. Hier, dit is dan 2,75. 2,75? Wat zijn dat voor boekenprijzen? In mijn tijd kost het maar een kwartje. Ja, maar dit is mijn tijd. 2,75 alsjeblieft. Geld vergeten? Nou, ik ben bang van wel. Geen geld. Geen pils. Het is in orde hoor. Zet maar op de rekening van Johnny Vlodder. Dat is nou aardig van jullie. Ik ben bang dat dat niet gaat. Johnny, die heeft al veel te veel op de pof staan hier. Eén pilsje kan toch wel? Weet je wat? Vraag het hem zelf, hij komt er net aan. Shit, straks ziet hij opa. Als je zo blijft zitten, krijg je je pils. Jullie nou hier? We zijn op stap met opa. Met opa? Ja, hij moest heel nodig pissen, dus gingen wij hier naar binnen. Alleen is de consumptie verplicht als je naar de play wil. Hebben jullie een tientje voor ons? Hij houdt het echt niet lang meer hoor. Ja, doet hij toch lekker in zijn broek, hè? 3 gulden. 2,75. Wat is er in de hand? Nou... Ik heb het gevoel dat ze me gewoon laten stikken. Ken je dat gevoel? Dat mensen je laten stikken? Ik wel. Zeg, wat doe jij nou? Dit is goed. Opa heeft een verjongingskuur genomen. Nou kan hij ineens lopen en praten. Ja. En dan loopt hij zeker ook weer altijd de wijf af. Ja. Nou, dat wil ik wel eens zien. Maar mag er niet achterkomen? Nou, iemand die wil dan meteen ook zo'n pil. Waarom zou Ma zo'n pil willen? Nou, genoeg geluiterd. Kom op, ik heb dorst.
Zo, ouwe, wat hoor ik nou? Was je lekker in de rol? Het wordt dokken, Vlodder. Die ouwe van je die komt doodleuk binnenlopen met een slappe ouwe hoerverhaal en jat even een pils van de toog. Je hebt er zelf een paar op, jongen. Die ouwe kan niet lopen en niet lullen. Dat zie je zelf toch wel? Ach, zo'n computerspelletje is wel geinig. Maar het gaat toch niet boven het echte werk. Wat je zegt, ouwe.